Beste jongens en meisjes die altijd naar Simon Says kijken, goedemiddag. En vandaag had ik even jullie hulp nodig en ik weet, soms maak ik een vlog. En dan weet ik, er zijn maximaal 1,8 mensen die er een fuck om geven. En soms wacht ik dan expres 20 minuten voordat ik bij mijn punt kom. En dat mensen dan pas doorhebben, oh shit, die geef ik echt een fuck om. Maar deze keer ben ik vergevensgezind, omdat het veel te warm is om je tijd te verspillen. Dus ik ga vandaag het even over de Rare Collection hebben. Of de Replay Rare Replay. Anyways, Rare Software. Ik begin met een R te praten. Die zit natuurlijk bij Microsoft inmiddels, al een tijdje, al lang. En hebben daar voornamelijk best wel bagger gemaakt. Maar ze hebben ook 30 jaar of zo ervaring als ontwikkelaars. Ze ontwikkelden zelfs al voor de ZX Spectrum. En nu gaan ze op de Xbox One een collectie uitbrengen. Waar ik al van gezegd heb, die staat in mijn top 7 games. Waar ik naar uit zit te kijken voor de rest van het jaar. Maar ik had een vraag aan jullie. En dat was eigenlijk een hele simpele vraag over Blast Corps. En Jet Force Gemini. Dat zijn twee Nintendo 64 titels. Waar ik altijd wel een beetje mensen over heb horen. In cult hit zou ik het niet noemen. Maar het had wel de potentie, denk ik, om dat te worden. Omdat ik zo af en toe hoor ik wel iemand iets zeggen over die games. En daar ben ik heel benieuwd naar om die te checken. Maar ik dacht, als ik nou alleen dat ga doen. Dat ik alleen ga zeggen, hey, hoe zijn die games? Doei, bedankt voor het kijken. Dat is ook kut, natuurlijk. Dus ik dacht, ik ga zelf ook mensen helpen die met vragen zitten over de rare collection. En ik heb de lijst voor me hier met games die erin zitten. Dus ik ga eventjes mijn ervaring met Rare delen met jullie. Zodat jullie in ruil daarvoor mij kunnen vertellen over, is Jet Force Gemini dope? Is Blast Corps dope? Wat is het? Ga ik het leuk vinden? Of had ik het toen moeten spelen? Nu wil het feit wel. Ik heb de lijst aan doorgekeken. Ik ken echt 90% van de titels niet. Dus dit gaat niet echt super uitgebreid en informatief worden. Maar ik ga wel mijn best voor jullie doen. Ik heb bijvoorbeeld nooit echt Banjo-Kazooie en Banjo-Kazooie 2 gespeeld. Maar ik heb wel veel van gezien en ik heb de tijd meegekregen dat die uitkwam. En ik ga hem nog steeds nu spelen. Nu gaat mijn redemption zijn. Dus bij deze raad ik die vast aan. Bovenaan de lijst, die in alfabetische volgorde is. Ik was even vooruitgesprongen naar Banjo-Kazooie. Staat dus Attic Attack. Die ken ik niet. Volgens mij is het een game op de Spectrum van 30 jaar geleden. En dus kut. Dus die gaan we niet spelen. Nuts and Bolts, Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Die heb ik wel veel gespeeld. Die vind ik echt super vet. Staat zelfs terug te vinden in mijn alles. Hoe heet zoiets? In mijn, ik weet niet hoe het heet, maar in ieder geval mijn bepalende top 10. Die soort van definitief, objectief gezien, de beste 10 games van de Nintendo. Van de Xbox 360 is. Daar staat Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts tussen. Omdat die echt super vet is en je kunt nu nog steeds spelen. Dan komen we aan bij Battletoads en Battletoads Arcade. Helaas geen Battletoads Double Dragon, wat ik altijd vet vond. Maar Battletoads is de reden dat iedereen psyched over deze shit is. Omdat Battletoads super moeilijk is. Het is zo'n beat'em-up van links naar rechts. Het heeft coole Battletoads die naam hebben als Puist en Frat en dat soort shit. Maar het is vooral heel moeilijk en vet. En met kicks vechten en zo. Dus die gaan we zeker spelen. Dan komt Blast Corps, waar ik dus niks over weet en jullie mij ook moeten vertellen. Dan komt Cobra Triangle. Die ik denk ik ken, als het in een speedbootje is en schieten. Best wel leuk. Maar het is ook al wel 1000 jaar oud. Ik denk dat ik hem even ga checken, als ik de game binnen heb. Dan staat hier, Grab by the Ghoulies. Helemaal niet. Conker's Bad Fur Day staat hier. Heb ik wel gespeeld. Dus dat Banjo-Kazooie, maar dan met een eekhoorn die een grote bek heeft. En dat was in die tijd echt super vet. Hij is niet zo vet als Banjo-Kazooie, maar hij heeft nog steeds wel een grote bek. Dus die is wel leuk, die kun je nog spelen. Dan hebben we Digger T-Rock. En volgens mij is dat een Nintendo 8-bit game met op de voorkant een guy met een drillboor en een gele helm en een soort van amicaal gezicht. Een sympathiek gezicht. Dat was het. Misschien is er nog een dinosaurus bij betrokken. Meer weet ik er niet van. Grab by the Ghoulies. Kan ik je over vertellen dat die uitkwam? Ik denk dat dit de eerste game is die Rare uitbracht nadat ze op waren gekocht door Microsoft voor de Xbox 360. En ik werkte toen bij Replay. En toen hadden we een soort Xbox-kast en er stonden allemaal games in. En die werden allemaal verkocht. Behalve Grab by the Ghoulies. Ik vermoed omdat die kut is. Dus die moet je niet spelen. Gunfright. Ken ik niet. Maar klinkt wel leuk. Dus die zou je ook kunnen spelen. Jet Force Gemini dan. Waar we het over hadden. Waar jullie mij over moeten vertellen. Ik denk die leuk is. Ik heb gehoord dat er een robothond in zit. Dat is al positief. Jetpack. Het lijkt me iets wat in ieder geval goed genoeg is om een vervolg te waarborgen. Want tweede hieronder is Jetpack Refueled. Ik denk dat die met elkaar verband houden. Maar weet ik dus verder niet. Cameo, dit is een leuke game op de Xbox 360.
een platformer. Het is niet de kwaliteit die we gewend waren in de Banjo-Kazooie dagen van Rare. Maar hij is wel heel vet. En ik mis hem wel een beetje, want ik zou best wel een Cameo 2 willen. Alleen voor iedereen die 1 is niet gespeeld heeft, kun je nu deel 1 spelen op deze collectie. Dan Killer Instinct Gold. Nee, moet je niet spelen. Want weet je wat? Deze game kwam uit op de Super Nintendo of zo. En sindsdien ging de afgelopen 10 jaar in één keer iedereen roepen: we hebben een nieuwe Killer Instinct nodig, we hebben een nieuwe Killer Instinct nodig. Vorig jaar kwam er een nieuwe Killer Instinct. Niemand gaf een fuck om die shit. Dus nu moeten we ook niet tof gaan doen en die oude Killer Instinct spelen. Dan Night Lore. Ik moet zeggen, ik ken deze niet, maar het klinkt super vet. Waarschijnlijk met een ridder en een vrouw. Ik ben hier wel benieuwd naar. Lunar Jetman. Het zou familie kunnen zijn van Jetpack en Jetpack Refueled, maar ik ken het ook niet. Maar het klinkt wel een beetje als een ZX Spectrum game. Ik weet het niet. Perfect Dark. Heb ik wel gespeeld toen de tijd. Niet zoveel omdat ik Make Golden Eye speelde. Misschien moeten jullie ook even zeggen of dat de moeite waard is om nu nog aan te slingeren. Voor wie dat weet. Er zijn vast veel mensen die het weten. Perfect Dark Zero heb ik wel gespeeld op de Nintendo, of zeg ik het weer, op de Xbox 360. Die vond ik super vet, want er zit een gun in. Je schiet een soort van stalen spijker af. En pin je een vijand mee aan de muur. Dat is echt heel vet. RC Pro AM. Dat is waarschijnlijk racen met afstandsbestuurbare wagentjes. Staat me wel iets van bij dat ik die gespeeld heb toen ik jonger was. En dat die leuk was. Ik weet niet of die nou nog steeds leuk is. Maar anders hebben we altijd nog RC Pro AM 2. Die er ook op staat. Dan Saberwolf. Wat in principe een Game Advance game zou kunnen zijn. Want daar kwam ooit een game uit die Saberwolf heette. Met een soort Indiana Jones dikkertje. En het was best wel leuk. Maar niet leuk genoeg om nu nog een keer te spelen. Dan hebben we Slalom. Ik vermoed skiën. Ik ken het niet. Snake Rattle en Roll daarentegen. Ken ik ook niet. Maar volgens mij heeft dit iets te maken met racen. Ik kan me ook helemaal vergissen. Net als in het geval van Solar Jetman. Hadden we net niet ook Lunar Jetman of zo? Ja. Solar Jetman en Lunar Jetman. Zit er allebei in. Die ken ik ook niet. Underworlden. Is denk ik ook iets van 20 jaar geleden. En dan staan er wel twee hele... Dus die gaat ook niet meer spelen. Moet ik er nog bij zeggen. Viva Piñata en Viva Piñata Trouble in Paradise. Twee fantastische games. Waarbij je Piñata een soort van naar je tuintje moet lokken. Voor vriendelijke doeleinden. Want ze gaan daar wonen. En je gaat een huis voor hun bouwen. En uiteindelijk heb je allemaal Piñata's. Heb je een hele tuin. Het is super kleurrijk. En het is echt Rare op zijn best. Dat was mijn informatie naar jullie toe. En nu heb ik van jullie alleen nog nodig dat jullie... Even vertellen over Blastcore en Jet Force Gemini. Dankjewel.